Vandaag zijn we aangekomen in het ijskoude Nijenveen. Wij gaan hier meedoen met de Bovenbroerloop 2023. Ik heb deze run in 2019 ook al gedaan. Jammer dat ik vorige week geen run kon doen. Ik heb helaas behoorlijke knieklachten. Van de dokter mag ik doorlopen, dus waarom ook geen wedstrijdje. Wij gaan maandag naar de sportarts toe en die gaat ons verder uitleggen hoe wij het allemaal moeten gaan doen. Ik zou de 12 kilometer doen, ik ga de 4 mijl doen, even een korte rondje en wij gaan nu op zoek naar ons startnummer. We hebben de plek gevonden waar we ons startnummer op kunnen halen. Dit is bij KV DOS 46. Wij gaan eens even naar binnen en kijken of die van mij erbij zit. Nou, we hebben de plek gevonden. We gaan ons startnummer hier afhalen. We hebben ons startnummer binnen. Het is nummertje 34 geworden. Wij gaan hem eens even bevestigen. Nou, we hebben hier vandaag ook nog een mede-YouTuber. Dat is Frans de Recreant. Die heeft vandaag al de Mildam Cross gelopen. Hoe was hij? Nou, hij was super pittig. Hij was koud, was fris. De grond was aardig hard. Ja, dat geloof ik graag. Het is hier ook al behoorlijk koud. Maar je gaat dus nu gewoon echt een tweede wedstrijd doen vandaag. Ja, we gaan een tweede wedstrijd lopen. En we gaan kijken hoe het gaat. Ik denk niet al te snel een beetje zien als ze uitlopen. Ja, precies. Maar wel genieten. Mensen om je heen is altijd leuk. Ja, en welke afstand ga je doen? De 11,4. De 11,4? Ja. Nou, die heb ik de vorige keer ook gedaan. Hele mooie route. Ik ga nu de 4 mijl doen. Helaas, omdat ik een beetje kniepijn heb. Ja. En wij gaan eens even kijken hoe de wedstrijd is. Mag je ietsjes later starten dan mij? Ja, 5 over ga ik starten. Ik denk niet dat ik je inhaal. Nee, ik kan me niet inzetten. Jongens, abonneer ook even op zijn kanaal. Frans de Recreant. De link staat hier onder in de beschrijving. En hij maakt ook hele mooie videoverslagen van alle runs die hij doet. Zo. Frans, succes jongen. Jij ook, hè. Succes. Nou, we zijn nu aangekomen bij de start. Het gaat nu gebeuren, jongens. De 4 mijl bovenboerloop in Nijenveen. Geniet maar lekker mee. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Succes allemaal. Zet hem op, hè? Ja, het was goed vanavond.
in memory. In the deep woods alone with my fears, spend too much time thinking. In the end you'll be with me. Maybe I'm just getting it now. Time I took a little time out.
have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut, and now the frostbite's creeping in. 'Cause I've been stone cold since you left me here. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Nou, we zijn nu al een stuk over de 2 kilometer. En ja, door al die bagage gaat het me niet helemaal makkelijk af. Want ja, ik heb de knie, de linkerknie, 2 keer zo dik. En niet omdat die ontstoken is of zo. Ja, misschien wel. Maar ja, ik heb er een nieuwe dikke brace omheen. En ja, er loopt ook even wat stugger. En ik, ja, ik heb dus even iets meer moeite. Komt ook omdat ik, nou, sinds mijn knieblessure nog maar 2 keer een rustige 5 kilometer heb gedaan. Dus het moet eventjes weer on the go gaan. Nou ja, jongens, vergeet in ieder geval eventjes niet even abonneren, liken en druk op het prachtig mooie belletje. En ja, dan ga je hopelijk, als deze blessure niet verder gaat, nog heel veel mooie nieuwe filmpjes zien. Want volgende week doen wij mee aan de Barger Veen Trailrun. Dit mag over onverhard en over verhard. Dus ik denk dat deze jongen hem over verhard gaat doen. En ik heb me ingeschreven voor de 10 kilometer. Maar ik ga eventjes eind deze week kijken wat ik ga doen. Of ik hem ook omzet naar de 4 mijl. Of dat we gewoon lekker de 10 kilometer gaan rennen. We wachten eerst even maandag de sportarts af. Nou, om niet te veel achter te liggen. Oh, komt nog wat achter mij aan. Ik ga even weer een deurtje verder. Wij zien elkaar zo. Het enige wat ik nog kan zeggen, jongens, is yo dol. You are with me.
say you're fine, but I can see right through. You're holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. I'll go through fire, I'll climb the mountains for you. Tell me, 'cause I'm looking out for you. This can't keep going on. No, 'cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions. Running with the lions, lions. Bijna op de 4K. Jongens, lekker man. Ook weer gehaald. Ja, het lopen gaat heel erg lastig op het been. Ik moet de hele tijd het been wel recht houden. En ja, mijn rechterbeen loopt nu net wat anders dan mijn linkerbeen. Daarom, daarom is de conditie niet helemaal op peil. Nou heb je ook niet iedere dag precies dezelfde conditie. Ook dat is weer waar. Maar ja, dat gezegd hebbende, het is wel weer prachtig hoor, het winterse weer. Om dat zo te zien. Het is hier een beetje grauw. Het is wel hele felle lucht. Vandaar
dat ik toch mijn bril maar even op heb gedaan. En ja, het is een klein vierkantje wat we lopen, geloof ik. Ja, we hebben net even een rondje gedaan, de eerste kilometer. En toen was het een groot rondje, denk ik. En ik denk dat we straks ergens rechts afslaan. En dat we dan weer rustig terug naar, hoe heet het? DOS 46, de kantine gaan. Nou jongens, ga nog maar lekker met mij mee. En wij gaan deze 2,5 kilometer nog eventjes wassen. Dat varkentje, die twee, nou ja, laat maar. Jongens, jodel. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way you should.
Nou jongens, zoals je ziet, komen daar de 10 kilometer lopers al voorbij. Ja, op mijn 45ste zal ik ook nog zo snel worden. Nou ja, ik doe het ook niet voor snelheid. Ik doe het een beetje voor de uitzichten, voor de video's. En ja, een beetje om het lichaam wat getraind te houden. Want anders was ik nu nog steeds 120 kilo. Nou, wij gaan nog eventjes een klein stukje verder. Ik zal even kijken. Het is bijna 5 kilometer erop zitten. Dus nog maar 1,5. Hebben we hem alweer gehaald. Gaat zo lekker snel. Als je een keer niet de 10 doet. Of de halve. Of de 15. Ja, hopen dat die hele nog lukt. Met al die ellende. Nou jongens, het enige wat ik weer kan zeggen is, tot straks, tot waarschijnlijk bij de finish en yo dol. We'll be right back.
Ach jongens, kijk, wat kleurrijk. Die moeten natuurlijk even af. Nijenveen, gemeente Meppel. En ik erbij natuurlijk. Hartstikke mooi. Nou, daar komen de harde 10 kilometer lopers weer aan. Ga ik vanuit. We hoeven alleen het bochtje nog maar om. En dan zijn we er al. Dus dat gaan we maar eens even doen. Tot bij de finish. Komt-ie daar jongens, daar is hij, de finish, 3, 2, 1, yes, gehaald, ha, heerlijk, dat was hem dan, de 6,4 mijl boven Boerloop en wij gaan nu naar de afsluiting. Dat was hem dan, de Boven Boerloop 2023 en dan de 4 mijl. Ja, ik zou de 12 kilometer doen, maar ik heb gekozen voor de 6,4 kilometer, gezien ik met een behoorlijke knieblessure zit. Ja, van de dokter, ik heb geen ruzie met de dokter, dus hij wou dat ik nog wel eventjes wat ging lopen om in conditie te blijven, want wij moeten natuurlijk ook die Rotterdam Marathon doen. Ja, buiten was het stervenskoud, het is hier binnen dus hartstikke warm als je net gelopen hebt. Dus het zweet drukt me nog een beetje van het hoofd af. Maar dat mag de pret niet drukken. Jongens, vergeet ook eventjes niet. Eventjes abonneren op mijn kanaal. Like deze video. Druk even op het belletje. En je zag in het begin van de video ook nog eventjes de Recreant. Frans de Graaf heeft ook een YouTube kanaal. Ik heb de link even onder in de beschrijving gezet. Kan je hem ook volgen als hardloopfan zijnde. Hè? Altijd leuk. Volgende week gaan we meedoen met de Bargerveen Trail Run, als het goed is en als het mag van de sportarts. Ik zou de 10 kilometer doen. Ik ga deze week even kijken of ik die red of dat ik die ook om ga zetten naar de 4 mijl. Maar dat weet ik eind van de week pas. Wat ik nu wel weet, is dat ik een heerlijk lekker koud 0.0 speciaal biertje ga drinken. En wat is ons meegenomen deze week? De Weihenstephaner. Heve Weissbier, alcoholvrij. Eerst even kijken. Ja, het staat er allemaal in Duits op. En laat mijn Duits nou net belabberd zijn. Maar het is een, het is een halve liter zelfs. En een lekker 0.0 biertje. Ik zal hem even laten zien, jongens. Kijkt u eens even. Ziet er hartstikke leuk uit. Laten wij ook hopen dat hij hartstikke leuk smaakt. Nou, we gaan hem even openmaken. En we gaan eens even proeven. Ja, er zit een klein beetje weinig smaak aan. Maar ja, hij is natuurlijk na het lopen is hij wel lekker fris, zoals elk biertje. Maar nog even een tweede testje. Ja, hij is wel te doen. Het is niet het lekkerste 0.0 biertje wat ik ooit heb gehad. Maar na zo'n wedstrijd heerlijk weg te slabberen. Nou jongens, wij slabberen nog even door. Genieten jullie even van de volgende video van de Bargerveen Trail Run. En geniet ook eventjes van het weekend. Geniet van de week en geniet van het leven. En waarschijnlijk tot volgende week bij de Bargerveen Trail Run 2023. Proost!
And